Ochtends worden we wakker op onze wekker. We nemen een warme douche, eten een boterhammetje en vervolgens vertrekken we naar school of naar werk. Het is een luxe die we hebben. Niet alleen dat we naar school kunnen gaan, maar wat misschien wel belangrijker is, is dat we weten wat ons te wachten staat. Mochten we onze baan verliezen, kunnen we steun verwachten van de overheid en familie. Het is een prachtig gegeven dat onze vorige generaties ervoor hebben gezorgd dat onze ouderen thuis zorg kunnen ontvangen wanneer ze dat nodig hebben. Maar wat nou als dat niet zo vanzelfsprekend is? Wat nou als je niet door je wekker wordt wakker gemaakt, maar door een mortierinslag 100 meter van je huis? Wat zou je doen, wat kan je doen als je als kind verlangt om weer naar school te gaan, maar gewapende mannen op straat je weerhouden om naar buiten te gaan? Wat zou je doen als je doodsbang bent om je eigen mening ergens over te uiten en je de doodstraf wacht als je kritiek durft te hebben op een regime? Wat zou je doen als je als kind hebt gezien hoe je ouders werden vermoord? Maar wat zou je doen, of wat kan je doen als je gewapende militia's in jouw wijk zien vechten om macht? Hopelijk zal ik hopelijk nooit ervaren wat miljoenen kinderen, ouderen en volwassenen dagelijks moeten doorstaan. Maar wat ik wel hoop is dat we begrijpen dat de rust en stabiele maatschappij die wij hier hebben niet vanzelfsprekend is en dat we begrip tonen aan de rest van de wereld. Deze wereld. In deze wereld woeden er vele brandhaarden. Alleen in Syrië zijn in de afgelopen 4 jaar al meer dan 200.000 burgerslachtoffers gevallen. De brandhaarden in het Midden-Oosten, Centraal-Afrika, Noord-Afrika hebben brandblussers nodig. En hoe zien die brandblussers er dan uit? De huidige VN-vredesmissies worden beperkt in capaciteiten. En daarom is een breder mandaat nodig, zodat vrede en rust zich kunnen herstellen daar waar woede en verwoesting de norm zijn geworden. Dank u wel.